Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En dat kan alle kanten op. Van een historische aardbeving in Lissabon tot een sprookjesbos in Rusland. Het wordt gemaakt door Yora Vision. Dat bedrijf is Europees marktleider op het gebied van decoratie van themaparken. En Robin van der Wand is daar projectdirecteur. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Waar zijn jullie mee bezig? Hè? Wij kennen allemaal, denk ik, pretparken, attractieparken. Wat is er dan van jullie hand en wat niet? Nee. Ten eerste, Yora Vision is een bedrijf dat eigenlijk al 30 jaar actief is in de leisure en entertainment industrie. En wat wij echt doen als bedrijf, waar we echt in specialiseren, is het ontwerpen, het ontwikkelen en ook de productie van gethematiseerde omgevingen die vaak als basis hebben dat ze ook echt verhaalgedreven zijn. En daarbij werken we eigenlijk over heel de wereld. En specifiek als we dan kijken naar bepaalde branches waar we actief zijn, en is dat bijvoorbeeld themaparken. We zijn actief voor dierentuinen, voor musea, voor op zichzelf staan experience zoals bijvoorbeeld de kweek. Experience. Dus het is eigenlijk ontzettend breed wat allemaal onze kant op komt. Maar gethematiseerde omgevingen, dat wil zeggen, ik kom ergens binnen in zo'n pretpark bijvoorbeeld, of een dierentuin, kan natuurlijk ook. Ja. Wat hebben jullie dan gemaakt? De kartonnen borden of de achtbaan, ik noem maar wat, hè? Dat verschilt uiteraard een beetje per project, maar feitelijk alles wat de gast ziet en beleeft, dat hebben wij gemaakt. En gemaakt betekent niet zozeer alleen de productie, maar ook al het hele ontwerp wat erachter zit. Dus inderdaad, het moment dat de gast binnenkomt, omschrijven wij eigenlijk eerst in het ontwerp van wat gaat men beleven, wat ziet men, wat hoort men. En daarna komt de hele thematiek eromheen, de hele decoratie, de thematisering zoals we dat noemen, die daar weer bij aan moet sluiten uiteraard. En van wie zijn de ideeën? Zijn die dan van jullie zelf of zijn die van toch met name de opdrachtgever? Komt beide voor. Vaak heeft de opdrachtgever natuurlijk al een aanzet. Dus die wil een bepaald, laten we zeggen, verhaal vertellen. En dat verhaal kan gebaseerd zijn op een historische gebeurtenis. Het verhaal kan volledig fictioneel zijn. Dat kan allemaal. En wij pakken eigenlijk die aanzet. En die werken wij verder uit. Uiteraard op basis ook van onze expertise van wat is een goede bezoekerservaring en belevenis. Maar hebben jullie het op kantoor mapjes, sprookjes, Wild West, science fiction? En kun je daar dan een beetje uit plukken? Eerlijk gezegd hebben wij op het werk inderdaad een hele grote bibliotheek. Ja, klopt. Wij beneden hebben een hele grote bibliotheek waar allerlei boeken in staan. Niet alleen over sprookjes, maar ook over geschiedenis en over architectuur. Dus daar komt van alles in de mix. Maar iedereen wil natuurlijk iets unieks. En niet dat jullie eens even het boek in het midden openslaan en zeggen, ha, die hebben we nog niet gemaakt, dat gaan we nu doen. Nee, vaak is het gebaseerd, is het natuurlijk inspiratie wat je wel nodig hebt. En die gebruiken we en die trekken we dan ook wel uit literatuur inderdaad. Maar eigenlijk de verhalen, dus wat de gast beleeft, proberen we altijd uniek te ontwerpen en neer te zetten. Zodat het niet is wat je elders ook kan vinden. En hoe lang duurt dat? Van de eerste gedachte tot het feit dat het dan daadwerkelijk te zien is in zo'n gethematiseerde omgeving? Verschilt uiteraard ook weer per project. Laten we zeggen, als je het over een goede attractie hebt in een goed themapark of een op zichzelf staande experience, dan kan dat zo een jaar tot anderhalf jaar duren voordat je het hele ontwerpproces bent doorlopen. Waarom gebeurt dat eigenlijk, zoals ik begrepen heb, in Nederland? Want dat is toch een hartstikke duur productieland? In die zin, een duur productieland, op zich als je het zou vergelijken inderdaad met misschien Azië in die zin. Maar de productie die wij produceren, die is ook alweer van een ander niveau. Dan wil ik dan wel zeggen van kwaliteit en afwerking. En wij willen dat graag eigenlijk ook in huis hebben zelf. Want wij zien juist die unieke combinatie dat we zowel ontwerp als productie ontzettend goed voor de markt. Want de kennis die we van beide opdoen, die gebruiken we ook weer bij beide om het te versterken, zo gezegd. Nou, maar komt er niet ook een moment aan dat die gethematiseerde omgevingen erg op de centen moeten gaan letten? Gezien het feit dat er nu natuurlijk geen goed jaar wordt beleefd. Dat zien we uiteraard gebeuren. Ik bedoel, onze markt is uiteraard ook getroffen door corona. En wij zien ook zeker aan de productiekant zien we ook een aantal projecten die eigenlijk dit jaar hadden moeten plaatsvinden, zijn in ieder geval uitgesteld tot volgend jaar. Dus dat gebeurt. Dus dat vraagt soms voor het herzien van een business case, het herzien van een ontwerp, waarbij je toch probeert om het wat efficiënter te ontwerpen qua kosten in de productieuitvoering. En wat betekent dat dan? Want je moet natuurlijk eigenlijk niet te veel inboeten op de beleving. Daar draait het om. Helemaal. En dat is ook, maar als nu blijkt dat het allemaal ook voor de helft van de prijs kan, dan wordt het toch vervelend. Nou, op zich is die prijsontwikkeling in de markt is niet zozeer gaande dat nu opeens de halve prijzen en acties en aanbiedingen om je oren vliegen. Helemaal niet. Gelukkig blijft de markt wel in stand met het bepaalde kwaliteitsniveau wat we willen leveren. Dus die heb ik eerlijk gezegd nog niet voorbij zien komen. Nee, maar je zegt we kunnen het misschien wel efficiënter doen of toch net iets minder overdadig. Tenminste om ervoor te zorgen dat bepaalde opdrachten doorgang vinden.
Ja, maar dat zit, je kan natuurlijk altijd wel eens opnieuw naar een ontwerp kijken waarbij je een bepaalde efficiëntieslag weet te maken die wellicht niet direct heel erg inboet op de experience zelf of op zeg maar de look and feel van de experience. Het zit hem vaak in details of misschien een keuze voor een andere soort hardware aan de achterkant die in die zin niemand ziet. Maar wij zijn uiteraard wel ook de bewaker van de beleving. Dus als het niet kan, dan zullen we daar ook een streep onder zetten en zeggen van, nou jongens, verder willen we hier niet. Worden jullie nog wel eens overvraagd, omdat eigenaren van parken megalomane ideeën hebben en denken van, Eurovision kan het voor ons maken, en dat jullie dan toch zeggen, nou, heel misschien kan het, maar zeker niet voor deze prijs. Die situaties zitten er inderdaad tussen, inderdaad. Dat is ook iets wat we de laatste jaren ook wat meer doen. Is eigenlijk dat we niet alleen naar de creativiteit willen kijken, maar ook eigenlijk naar de business case die eronder ligt. Dus eigenlijk raden we nu aan, zeker nieuwe initiatieven die komen, om een soort strategische assessment te doen, waarbij we ook naar de cijfers gaan kijken. Want wij geloven dat zowel de cijfers als de creativiteit toch ook wel vaak samengaan. Dus ze kijken bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, naar capaciteiten die nodig zijn, naar gemiddelde verblijfsduur. En eigenlijk op basis van die uitkomst daarop en een investeringsniveau wat daarbij hoort, sluiten we ook de creativiteit op aan. Omdat... Maar vinden jullie dat dat jullie taak is? Of zou eigenlijk toch de eigenaar van zo'n themapark moeten weten, ik heb x aantal bezoekers, dus kan ik Y uitgeven? Nou, het is in die zin best een complexe materie, denk ik. Vaak zie je dat de initiatiefnemers van dit soort experiences komen ook uit, ja, die komen een soort voort uit een liefde of een verhaal of iets dat ze graag willen vertellen, maar geen ervaring in de markt hebben. Dus je moet ze daar wel een handje in helpen. Die dus raken wij helemaal zien kwijt. Die denken, ach, ik wil dit nou helemaal graag. Ja. En die verliezen een beetje de ratio. Nou, de ratio weet niet of ze verliezen. Ik denk dat het een stukje gewoon kennis is dat dan mist. En dat is niet aan te rekenen in die zin. Maar daar zijn wij juist ook voor, om ze daarin te helpen. En ja, soms moet je dan een beetje een soort van dreamkiller zijn daarin. Of in ieder geval het beste eruit te halen van het investeringsniveau wat past bij de cijfers die erbij horen. Maar gaat die droom dan niet door omdat het financieel niet haalbaar is? Of zijn er ook zelfs voor jullie soms technologische uitdagingen, onmogelijkheden die ervoor zorgen dat het er toch net allemaal iets anders uit komt te zien dan de eigenaar misschien gewenst had? Nou, ik denk dat als je kijkt specifiek naar techniek, is echt gewoon ontzettend veel mogelijk. En vaak hangt dat dan toch wel een beetje aan budget af. De investering die erbij gebaat gaat, of het mogelijk is om dat wel of niet uit te voeren. Dus ik durf wel te zeggen dat we op techniekniveau zeg maar heel ver kunnen gaan. Maar techniek is ook zeker niet het belangrijkste in een experience. Nee. Ik vraag het ook omdat jij binnenkwam en ik zei, een aardbevingservaring uit 1755 in Lissabon, dat moet toch iets groot zijn. Ja, dat gaan we maken. We hebben wel eerdere Quake-ervaringen gehad. Dus er is niet heel vaak iets waar jij nog helemaal van stijl achterover slaat, begrijp ik. Nou, zeker wel. Er zijn wel initiatieven die voorbij komen dat je denkt van, jeetje mine, hoe gaan we deze zeg maar inkleden? Hoe gaan we deze ontwerpen? Waarvan je echt denkt, hoe krijgen we dit voor elkaar? Nou, er zijn bijvoorbeeld uit Azië worden bijvoorbeeld wel specifiek hele grote attracties gevraagd, waar vaak een referentie ook wordt getrokken naar de bekende grote parken in de wereld, die vaak in Amerika onder andere te vinden zijn. En daar krabbelen we wel eens achter ons hoofd dat we denken, oh ja, dat is weer eens een nieuwe uitvraag. Maar juist die uitdaging hebben wij ook weer nodig om natuurlijk onszelf ook te blijven ontwikkelen en te innoveren. Maar om het even voor mij ook duidelijk te hebben, jullie maken bijvoorbeeld niet de achtbaan. Dus of die nou 12 keer over de kop gaat of niet, dat is niet jullie pakje aan. In die zin niet, nee. Nee, vaak is het zo dat, kijk, je kan een achtbaan bijvoorbeeld, om dat voorbeeld te nemen, kan je als basis gewoon neerzetten. Dan heb je een leuke, noem maar even, fysieke beleving. Hè? Fantastisch, niks mis mee. Maar al ga je die thematiek eromheen bouwen en die verhaallijn, en je neemt mensen mee op bijvoorbeeld een mijnkarretje dat op hol geslagen is en door de bergen raast, en daar die thematiek omheen brengt, dat brengt ook die emotionele ervaring mee. En daar zijn wij altijd naar op zoek. Ja. En... Hoe belangrijk is dat? Ik ben vorig jaar in een pretpark geweest in Duitsland, en daar heb ik ook van alles meegemaakt. Ik ben tussen de sterren geweest en ik ben gered. Ik weet het niet allemaal meer, maar ik dacht, ja, de voornaamste redding was dat ik op een gegeven moment gewoon weer uit kon stappen. Doet het er nou echt toe of willen mensen gewoon 12 keer over de kop? Nou ja, goed, als je dat al aan ons vraagt natuurlijk, doet dat er inderdaad. Maar ik vraag het aan jou, ik vraag het ook omdat je erbij betrokken bent. Maar in alle eerlijkheid, waar op de prioriteitenlijst staat het verhaal voor veel mensen? Ik denk heel hoog, ja.
Ja, ik denk heel hoog. En zelfs als je niet direct het verhaal zeg maar ervaart, ervaar je toch op een indirect niveau ervaar je het wel. Er wordt vaak zoveel detail ook wordt er in een ontwerp gestoken. En dat detail ziet niet iedereen. Maar dat is ook niet belangrijk. Maar het heeft er meer mee te maken dat elke keer dat je als bezoeker opnieuw komt en opnieuw die attractie of die ervaring instapt, dat je weer iets nieuws ziet. Weer iets nieuws ervaart. En dat is eigenlijk. Bij mij is het vaak ogen dicht gewoon. Dat maakt ogen dicht? Oké. Misschien moet je ogen open doen. Zit er ook een merchandise verhaal aan vast? Dat je denkt, nou, we hebben nu een attractie in die stijl. Dat betekent dat we dan ook een beertje kunnen verkopen of een mijnwerker, noem het maar. Dat daar ook over nagedacht wordt. Ja, wordt er ook over nagedacht. Dat deel ligt eerlijk gezegd niet zozeer bij ons. Maar dat is uiteraard wel belangrijk voor een park om een stukje extra revenue te genereren. Is dat je vaak ziet aan de grote attracties. Op het moment dat je het uitstapt, dan moet je eerst door een winkel heen lopen, een shop heen lopen. En die merchandise die is vaak aansluitend bij de beleving die je net gehad hebt. En dat is eigenlijk omdat mensen eruit stappen en als ze het echt naar hun zin hebben gehad, dan denken: wauw, dit was echt gaaf. Dat ze een souvenir kopen. En dat doen ze eigenlijk om die beleving te verlengen die ze gehad hebben. Om een soort herinnering mee te nemen van die coole beleving. Dus het speelt absoluut mee, ja. Nog even terug naar jullie bibliotheek, die er dus kennelijk is. De literatuur die jullie af en toe gebruiken. Jullie doen ook zaken in Rusland, waar een sprookjesbos wordt gerealiseerd. Ja. Als ik het zo ongeveer mag noemen. Dat is in verschillende media wel getypeerd als een variant op de Efteling. Is iets toch vaak een variant op het een dan wel het ander? En wil dat dus ook zeggen dat de inspiratie wel eens gewoon op is? We bouwen in Rusland een Efteling. Nou, nee, in de media is het inderdaad ervoor gekomen als een Efteling, omdat het sprookjes gebaseerd is. Maar in dit geval is het op de beroemde poëet Pushkin gebaseerd. En die heeft uiteraard een hoop hele mooie sprookjes. En dat was in dit geval de initiatiefnemer die kwam met dit idee. En ja, voor ons was dat natuurlijk een fantastische bron van inspiratie waar we uit kunnen putten en vervolgens daar allerlei belevingen om kunnen creëren. Dus die hebben we aangegrepen. Maar er gebeuren ook hele andere dingen. Bijvoorbeeld, we hebben ook een keer een experience moeten bouwen rondom koffers van Louis Vuitton. Heel iets anders. Ook leuk zijn misschien. Dat was eigenlijk een hele leuke. Want er was een privé verzamelaar. Die had honderden koffers van Louis Vuitton. Maar elke koffer vertelde een verhaal. Een koffer die op de Titanic was geweest. Een koffer die van een beroemde filmster was geweest. Een illegaal gokkoffer. En die verhalen hebben wij allemaal uiteraard aangehoord van hem. En we hebben volgens daaromheen een experience gebouwd. Dat je door die koffers heen loopt als bezoeker. Met een koptelefoon op. En dan elke keer met mooi decor eromheen. Een projectiemapping en et cetera. Krijg je die verhalen mee van die koffers. Deze mensen zijn tenminste nog een beetje aan het rondlopen met een koptelefoon op. Ja. Is de toekomst niet dat mensen naar een scherm kijken en alles virtueel meekrijgen? En zou dat in potentie niet ook een bedreiging kunnen zijn voor alles wat jullie nu fysiek tot stand brengen? Dat geloven wij in die zin in niet. Natuurlijk wordt veel gesproken over bijvoorbeeld virtual reality. En dat is ook iets wat wij wel volgen als bedrijf zijnde. Maar wij zijn toch altijd van mening dat op het moment dat je als bezoeker, als familie, als vriendengroep een uitstapje maakt, dan wil je dat samen beleven. En zeker als je dingen virtueel gaat beleven, je zet een koptelefoon op, je zet een VR-bril op, dan zit je in je eigen wereld en dan kan je elkaars emotie niet zien. En dan beleef je het niet samen. En ik denk dat voornamelijk het dagje uit is, om het zo maar te zeggen, dat mensen dat wel gezamenlijk willen ervaren. Dat mis je heel erg in het virtuele. Betekent uiteraard wel dat je steeds meer ontwikkeling ziet van technologie toegepast in decorwerk. Dus die trend zie je wel gaan. Er zijn eigenlijk veel bedrijven die dit doen. Hè? Jullie hebben opdrachten, ook in den vreemde, nu in Rusland, dat Sprookjesbos. Ja. Krijg je zo'n opdracht na een uitputtende concurrentiestrijd? Of zijn er nu helemaal maar een paar bedrijven die dit op deze schaal kunnen? Nee, er zijn een hoop bedrijven die dit ook wel kunnen. En in Europa zijn er niet heel veel. Maar de bakermat ligt toch een beetje in Amerika. Natuurlijk met Disney. Dus daar zijn een hele hoop ontwerpbedrijven waar we ook wel eens mee in concurrentiestrijd liggen. Dus soms moet je er inderdaad voor vechten. Maar soms heeft een initiatiefnemer ook een klik met ons en die zegt van nou, ik kies voor jullie. Ja. Gelukkig. Ja. En zit er nog veel in de pijplijn? Of is het nu toch vooral maken wat al besteld was, omdat veel gethematiseerde omgevingen even afwachten wat de crisis met hen doet? In die zin zien we, gelukkig zijn we in natuurlijk de coronasituatie is een vervelende situatie, maar we zijn de coronasituatie eigenlijk ingegaan met een heel sterk, noem het maar even, portefeuille van ontwerpopdrachten. En gelukkig lopen die allemaal nu nog door, dus dat is heel fijn. En gelukkig hebben de mensen daarachter hebben ook vertrouwen erin dat gelukkig de periode weer terugkomt dat corona weg is. Aan de productiekant zien we wel een uitstel op opdrachten komen, waarbij dat naar ieder geval een volgend jaar verplaatst wordt. En dat is uiteraard vervelend. Maar
Ook daar hebben we nog wel goede vertrouwen in dat deze industrie, en dat heeft het ook bewezen in het verleden, snel weer opkomt op het moment dat het allemaal weer verwacht wordt. Dank voor dit gesprek en voor je komst. Robin van der Wand, projectdirecteur van Eurovision.